Onderwerp van vandaag is het voorbereiden van onze geest op meditatie of voor meditatie. Dit is een aantal adviezen dat onze abt in Thailand geeft voor het geval dat we soms het gevoel hebben dat onze geest wordt meegesleurd door onze dagelijkse omstandigheden, de wisselvalligheden van het leven. Het komt namelijk wel eens voor dat we graag mediteren, we doen graag een meditatie, maar we hebben wel eens het gevoel dat we buiten de meditatie om iets meer stilte in onszelf kunnen gebruiken, iets meer rust. En het is niet altijd mogelijk om te gaan zitten in meditatie gedurende ons werk. Gedurende onze gezinssituatie is het heel vaak niet altijd mogelijk om te gaan zitten mediteren of de ogen te sluiten. Daarom is het goed om bepaalde manieren te vinden om het meditatieve dat we in onszelf hebben ontwikkeld, de aandacht en concentratie, te behouden in ons dagelijks leven om dat te leren. Nou, dat is iets wat vanzelf al een beetje gebeurt. Wanneer we vaak geregeld mediteren in ons dagelijks leven, merken we dat geleidelijk aan de rust, de eenvoud van geest en de aandacht, dat het geleidelijk aan, als het ware, dat we het gaan meenemen in ons dagelijks leven. Maar het wil natuurlijk wel, het kan natuurlijk wel goed zijn als we bepaalde methodes zouden kunnen ontwikkelen, bepaalde manieren zouden kunnen ontwikkelen, waarmee we het meditatieve iets meer zouden kunnen stimuleren in ons dagelijks leven. Want we kunnen niet de gehele dag met onze ogen dicht zitten. Zelfs niet als monnik. Zelfs als monnik moet je soms toch naar de wereld toe, in de samenleving je gezicht vertonen en mensen helpen of andere manieren je werk als monnik verrichten. Nu dat we het actieve, niet zonder het actieve in ons leven kunnen, is het ook goed om te leren dat meditatieve terug te vinden in het dagelijkse leven. Daartoe heeft onze abt 5 adviezen neergeschreven die hij, waarmee je in feite je dagelijks leven, in je dagelijks leven meditatief iets meer kan leren. Dat zijn eigenlijk 5 reflecties. Maar de eerste reflectie is: zie de werkelijkheid zoals ze werkelijk is. Nu, het is natuurlijk, klinkt vanzelfsprekend. Wat wordt daarmee bedoeld? Daartoe wil ik eerst een kort verhaal vertellen van een Chinese boer. Misschien kennen sommigen van jullie dit verhaal. Het is in Azië nogal bekend en heeft zelfs geleid tot een uitdrukking in het Chinees. Namelijk, als het mensen heel goed gaat in het leven, als alles heel goed gaat, zegt men wel eens: vergeet niet de man aan de grens. De boer aan de grens. En wie was dan de boer aan de grens? Laten we eens gaan bestuderen wie dat was. Deze man was een boer en die had 1 paard. En die woonde in een dorpje aan de grens van het oude Hanrijk, oude China. En deze man die was heel wijs. En hoe was die man heel wijs geworden? Daar komen we zo op. Ik moest niet vooruitlopen op de conclusie. Het paard van deze boer, die hij gebruikte om het land te bewerken, was op een dag verdwenen. Hij was weggelopen. Wat een heel triest nieuws was. Want voor een arme boer, zoals deze man, was een paard een van zijn enigste vormen van kostbaar bezit. En alle
andere boeren en andere dorpelingen, die zeiden tegen hem, och arme, je zult het wel moeilijk hebben nu zonder je paard. Hoe ga je nu verder? En de boer die zei, het kan goed zijn, het kan slecht zijn. Hoe kan dat nou goed zijn, zou je zeggen? Nou ja, de volgende dag kwam het paard weer terug. En hij was over de grens gevlucht. Hij was een paarden, dieren, kennen natuurlijk geen grenzen. De grenzen bestaan alleen maar in de fantasie van de mens. Dus hij was naar het buitenland gevlucht, weggerend. En hij had daar een vrouwtje gevonden. En nu was hij weer teruggekeerd met een tweede paard. Ah, de boer was een stuk rijker geworden. Hij had een paard gratis gekregen. Zonder dat er een eigenaar duidelijk was. Dus alle dorpelingen feliciteerden onze wijze boer en zeiden, och, je bent nog een geluksvogel. Nu heb je twee paarden, je bent veel rijker dan de meeste van ons. En de boer zei, het kan goed zijn, het kan slecht zijn. En vervolgens ging de zoon van de boer, die ging het paard een beetje temmen. Want het was natuurlijk nog heel wild. Het kwam van het buitenland, van daar woonden de barbaren, zoals de Chinezen hen noemden. En hun paarden waren niet zo goed getemd. En dit paard was niet getemd, moest echt nog heel veel leren. Moest nog wennen aan mensen die op hem zaten. En de zoon die probeerde het paard te temmen, maar ze was zo wild dat hij tijdens het temmen ineens plotseling door het paard op de grond werd gegooid. En hij brak zijn heup. Het was nogal wat, zeker in die tijd. En alle dorpelingen zeiden tegen de vader van de zoon, de wijze boer, och arme, je zoon heeft zijn heup gebroken, wat is toch ook een ramp. Nu heb je geen hulp meer die je kan helpen bij het bewerken van het land. En wie weet, we weten niet eens of hij nog zal genezen. En toen zei de wijze boer, die zei, het kan goed zijn, het kan slecht zijn. En de volgende dag was er onverwacht bezoek in het dorp. Er kwamen soldaten van de koning. Die kwamen slecht nieuws bezorgen. Wat was het slechte nieuws? Er was oorlog uitgebroken met de grensstaat, de barbaren. De barbaren waren het land elders van aan de grens waren ze binnengevallen. En nu was er overal aan de grens waren ze alle mannen die een beetje sterk waren, waren ze aan het ronselen voor het leger. En alle jonge mannen in het hele dorp moesten allemaal weg om te gaan helpen in het leger. Wat natuurlijk een hele trieste affaire was. Behalve de zoon van deze wijze boer. En alle jonge mannen zouden waarschijnlijk grotendeels omkomen. Maar de zoon van de wijze boer, die wist de oorlog te vermijden. Doordat hij zijn heup had gebroken. En toen zeiden alle dorpelingen tegen de wijze boer, goh, wat ben je toch een geluksvogel. Je hebt je zoon nog. Hij hoeft niet in het leger, hoeft niet om te komen in de oorlog. En de wijze boer die zei, kan goed zijn, kan slecht zijn. Van dit verhaal kunnen we leren dat er in het goede heel vaak ook het slechte zit. En in het slechte ook heel vaak het goede. In het fortuinlijke zit het onfortuinlijke en andersom. We moeten ook niet ons te veel laten leiden door de ups en downs in het leven. De Boeddha die zei dat we allemaal onze ups en downs hebben in het leven. We hebben allemaal last. We zijn allemaal onderhevig aan winst en verlies. Soms dan hebben we veel, dan hebben we financiële zekerheid, gaat goed, hebben we goed inkomen, hebben een goede baan, soms weer niet. Er is crisis uitgebroken, we verliezen onze baan, we verliezen ons inkomen of we gaan erop achteruit. Het leven gaat op en neer. En er is niemand in het leven die dat niet heeft. Ups en downs kent iedereen. De een wat meer dan de ander, maar ze zijn er bij iedereen.
soms dan is het niet zozeer onze financiële zekerheid, maar dan verandert onze reputatie heel snel. Blijkt ineens dat onze baas ons een geweldig goede medewerker vindt en ons promoveert tot een hogere positie. Maar over een paar maanden later blijft een collega een enorme hekel aan je te hebben, begint overal over je te roddelen en heel snel is je reputatie in het verschiet geraakt. Onze reputatie gaat ook op en neer in het leven, soms meer dan anders. Dat is ook een tweede onzeker feit. Soms dan is het niet zozeer onze reputatie, maar meer gewoon de dingen die mensen zeggen. Soms dan is het niet zozeer onze reputatie, maar sommige woorden kunnen best wel hard aankomen. Soms dan hebben we het gevoel dat iedereen ons complimenteert en anders hebben we het gevoel dat vandaag is het zo'n dag, iedereen is zo hard tegen mij. Soms gaat dat ook op en neer. De woorden die mensen zeggen hebben we niet in onze controle. Dat hebben we niet in onze hand. Gaat op en neer. Als monnik die dit trouwens ook wel goed meemaken. Soms, dezelfde les die je geeft, heb je soms een heel goed compliment van iemand en de ander die maakt je helemaal af met de kritische opmerking. Soms is het ook goed om die dingen daarom een beetje los te laten. Er is ook een diepere soort ups en downs in het leven dat er eigenlijk al heel erg achter zit ook. Het fysieke. De pijn. Het genot. Dat we soms aan gehecht zijn. Dat soms ook op en neer gaat. En dat soms achter heel veel van onze dagelijkse verslavingen kan liggen. Deze vier soorten van ups en downs heeft iedereen in het leven. De Boeddha die zei zelfs een keertje, zelfs mensen die heel wijs zijn, die we verlicht zouden noemen, hebben last van deze ups en downs. Maar het verschil is dat zij bij zichzelf bedenken, deze ups en downs zijn vergankelijk, zijn onbestendig, zijn niet bevredigend en zijn onderhevig aan verandering voortdurend. En daarom zijn ze er niet te veel door meegesleurd. Er is een Thaise spreekwoord dat zegt, het is niet zo heel moeilijk, of het is, nou dat zeggen ze eigenlijk niet, ze zeggen, het is moeilijk om kritiek te aanvaarden van anderen met een glimlach. Maar het is nog moeilijker om niet geraakt te worden of niet meegesleurd te worden door een compliment. Dat wil niet zeggen dat we altijd onszelf moeten ontkennen en altijd negatief over onszelf moeten zijn. Maar er is een zekere misleiding in de woorden van mensen. En soms is het goed om bij onszelf te blijven. Als we iets goeds doen, dan doen we iets goeds. Of er nu veel mensen ons complimenteren of niet. Dus het zien van de werkelijkheid zoals ze werkelijk is, in de woorden van onze abt, daarmee wil hij zeggen dat eigenlijk ons leven voortdurend op en neer gaat. Dus als we het goed hebben, dan kunnen we ons herinneren, deze man die aan de grens woont, de wijze boer, dat er in het goede soms het slechte zit en andersom. En dat alles gewoon op en neer gaat in het leven. Tweede advies, de tweede reflectie is, aanschouw alle mensen als vrienden. Iedereen in het leven is onze vriend of kameraad. Zo kun je ook naar het leven kijken. Je zou natuurlijk kunnen zeggen van ja, maar ik ken niet iedereen in. Sommige mensen ken ik niet, andere mensen mag ik niet. Dit is iets wat we kunnen oefenen. Er is iets van sympathie dat je deelt met bepaalde mensen die je mag. Maar er is ook iets fundamentelers, wat we zouden kunnen noemen, de ware liefde. Niet de liefde die je hebt voor één of twee mensen, die gepaard gaat met het koesteren van één of twee mensen. Iemand die je speciaal mag. Familie, je partner, kinderen,
Dat niet. Maar wat hiermee wordt bedoeld is dat in feite we kunnen leren om voor iedereen een liefdevolle intentie te hebben. Als je iedereen gelukkig zou willen zien. En voor iedereen ruimte hebt in je hart. Dat kunnen we oefenen. En ook dat is een reflectie die ons helpt het meditatieve in ons leven terug te vinden. Want het is iets dat we elke dag bij heel verschillende momenten kunnen oefenen. Misschien, ik weet niet of jullie al wat meditatie hebben geoefend over liefdevolle vriendelijkheid. Heb je dat wel eens geoefend? Aan het einde van de meditatie je goede intenties verspreiden. Ja, toch wel? Ja. Dat is iets wat we ook in ons dagelijks leven kunnen oefenen. We kunnen elke dag een beetje dit doen. Voordat we gaan slapen is het heel goed. We merken dat het beter is voor onze nachtrust. En het is ook iets wat we in ons dagelijkse handelen kunnen oefenen. Bijvoorbeeld als we naar de supermarkt gaan. We zien de cachère of de cachet die je ons bedient. In plaats van gewoon die een beetje te negeren, kunnen we ook gewoon eens een keer vriendelijk naar zo iemand glimlachen. Zonder dat dat nou zo vreemd is. Vriendelijkheid is niet vreemd. Het is wel een beetje vreemd geworden. Omdat niet zoveel mensen het meer doen. Maar misschien dat we het wel weer opnieuw moeten tot in, zou ik zeggen, nieuw leven in moeten blazen. Bekijk de wereld als leeg. In het oorspronkelijke Thais staat er, aanschouw de wereld als een wereld waarin de dingen in feite geen werkelijke kern hebben. Dus leeg van een werkelijke kern. Wat wordt daarmee bedoeld? Daarmee wordt bedoeld dat heel veel dingen in ons leven in feite niet werkelijk volledig in onze handen zijn. Waarom? Omdat ze eigenlijk een beetje hun eigen leven leiden. Bijvoorbeeld, we kopen een auto en die gaat kapot. Dat kunnen we niet voorkomen. We kunnen het wel een beetje voorkomen, maar niet helemaal. Soms dan gaan die dingen hun eigen leven. Zelfs ons eigen lichaam kunnen we niet verbieden om ouder te worden. We kunnen niet ons eigen lichaam verbieden om ziek te worden. Dat is wat we kunnen beschrijven als iets wat niet werkelijk een kern heeft in de zin dat we niet werkelijk bezitten. Het is niet werkelijk van ons, het is niet werkelijk onszelf. Dat is de betekenis van leeg. Ook de dingen om ons heen. Als we werkelijk kijken naar die auto die we zo mooi vinden, of die iPhone die we zo mooi vinden. Als we er werkelijk naar kijken, bestaat die auto of die iPhone uit heel veel kleine onderdelen. En als je er werkelijk heel lang naar kijkt, dan is er eigenlijk helemaal niks meer bijzonders aan. Het zijn gewoon een heleboel onderdelen die allemaal in elkaar zitten. Als je er zo over nadenkt, dan is er eigenlijk niets om echt aan te hechten. Je denkt, ik ben zo heel trots dat ik deze auto heb. Maar als je er echt over nadenkt, waar ben ik eigenlijk trots op? Op het voorste deel van de auto of het achterste deel van de auto? Op de wielen of op het stuur? Als je werkelijk diep naar alle dingen kijkt, bestaat alles maar uit kleine dingen. En nog meer kleine dingen. En nog meer kleine dingen. En er is niet werkelijk een kern daarin om ons aan te hechten. Dan heb ik het over de dingen buiten ons. Hè? Het innerlijk, de werkelijke zuivere kern in onszelf, is iets anders. Maar de dingen om ons heen, daar hechten we vaak veel te veel aan. Zelfs iets als diamant, wat de meeste mensen in de wereld beschouwen als iets onvergankelijks, als iets wat heel moeilijk vergaat. Als je dat elke jaar weegt, zie je dat het gewicht geleidelijk aan steeds vermindert. Alles gaat kapot, alles verandert. Het is niets dat we werkelijk volledig in onze controle hebben. Dat klinkt misschien heel negatief en deprimerend.
Maar het is een hele goede reflectie soms om even weer naar, terug naar onszelf te gaan. Vandaag komen er wel 10 mensen naar je toe die allemaal stapels papieren op je tafel leggen. In plaats van daar nu heel erg aan te hechten, heel erg zorgen over te maken, denk je gewoon bij jezelf. Waar zou ik me zo zorgen over maken? Deze stapel papieren heeft ook niet een werkelijke kern. Je kunt ook gewoon denken, er zijn 2 soorten dingen in ons leven. Die dingen waar we iets aan kunnen doen. En als we er iets aan kunnen doen, hoeven we geen zorgen over te maken. En dan heb je ook nog die dingen waar je iets aan kunt doen. Maar als je er niets aan kunt doen, hoef je er ook geen zorgen over te maken. Dus eigenlijk bestaat er niets waar je zorgen over hoeft te maken. Als je er zo over nadenkt, dan kom je weer een stapje verder. We hebben de 5 vandaag. Ja, excuus, maar ik ben gewend aan PowerPoints. Maar dit is eigenlijk wel beter soms. Het vierde advies is: denk, spreek en doe alles op een verfijnde manier. Wat wordt daarmee bedoeld? Daarmee wordt bedoeld dat het soms heel goed kan zijn voor je meditatie en het meditatieve. Om de dingen heel rustig en kalmjes te doen. En ook op een zekere zachtheid erin mee te nemen. Ik weet dat toen ik in training was als monnik in de eerste 2 jaar, dat onze leraar wel eens zei: als je niet zachtjes een deur kan openen, dan kun je ook niet zachtjes je aandacht naar binnen brengen. Onze lerares Kunyai, die onze tempel heeft gesticht, een tempel in Thailand, dat was een non. Je kunt haar portret zien hangen op verschillende plaatsen in ons klooster. Die heeft ook een keer gezegd dat als we iets gros, dat wil zeggen iets materieels, iets buiten ons, niet op een verfijnde manier kunnen doen, dan is het heel moeilijk om iets verfijnds op een verfijnde manier te doen. Wat bedoelden ze daarmee? Bedoelt ze mee dat het handelen, het dagelijks handelen, dingen die we om ons, die in het dagelijks leven doen, een effect hebben op ons meditatieve leven. Bijvoorbeeld als je je schoenen uitdoet, hoe doe je je schoenen uit? Als je afwast, hoe was je af? Al die dingen hebben een effect. Toen ik nog geen monnik was, toen ik nog een vrijwilliger was, in Antwerpen zaten we toen. Toen waren we nog niet verhuisd naar Leiden. Toen werkte ik als vrijwilliger in Antwerpen. Toen was er een hele strenge monnik die daar woonde. En daar heb ik heel veel van geleerd. En hij zei, op een dag, toen stapte hij de trap op. Naar boven, naar de eerste verdieping. En ik volgde hem. En toen keek hij om en toen zei hij: Sander, hoeveel weeg je? En ik zei: ja, ik weeg ongeveer 74 kilo. Toen zei hij tegen mij: ik weeg ongeveer hetzelfde. Maar als ik de trap op ga, dan hoor ik geen lawaai. Hij had ook gewoon tegen me kunnen zeggen: ga eens wat zachter die trap op. Maar hij had altijd een indirecte manier om dingen te zeggen. Maar het is wel zo dat alle dingen die we doen in ons dagelijks leven een effect hebben op ons innerlijk. En als we dat eenmaal meer leren en meer aandacht voor hebben, dan wordt het ook makkelijker om te mediteren. Nou, dit is ook een mooie. Dit is eigenlijk ook een hele belangrijke. Kies er bewust voor om enkel de goede dingen te zien. Zojuist hebben we het met name gehad over het passieve kunnen loslaten. Het kunnen loslaten en het kunnen laten zijn van de dingen om ons heen. Maar het is ook wel goed soms om actief te leren het positieve te zoeken in elke situatie. Het kan zelfs zijn
dat een positieve kijk de dingen om ons heen in het dagelijks leven, in de dingen die gebeuren in het dagelijks leven, ons zelfs realistischer maakt. Hoezo? Nu, er bestaat zoiets als wat ze in de psychologie noemen de negativity bias. Of in het Nederlands, ik vermoed negativiteitsvertekening of zoiets. De negativity bias wil zeggen, volgens de moderne psychologie, dat we als mens evolutionair gezien zouden we voorgeprogrammeerd zijn om altijd naar het negatieve in elke situatie, in elke persoon te kijken. Dus we zijn, omdat we eigenlijk al heel lang op mammoeten jagen en voorzichtig moeten zijn met de tijgers die ons misschien gaan opeten, daarom zijn we voorgeprogrammeerd om altijd naar het negatieve te kijken en het gevaar te zien in elke situatie. Dat is de theorie, of dat klopt, dat weet ik niet, maar het is wel zo inderdaad dat we soms een beetje naar het negatieve altijd kijken in elke situatie. Wordt ons soms ook wel een beetje geleerd door het nieuws, denk ik. Want het nieuws in het algemeen vertelt niet zoveel heel veel positiefs. Je hoort niet zo vaak in het nieuws van, goh, vandaag waren er een heleboel mensen die iets vriendelijks hebben gezegd. Of vandaag heeft er iemand iets heel moois gedaan. Dat hoor je toch niet zo vaak. Hoogstens zullen ze zeggen, ja, vandaag heeft Shell een of ander goed doel. Is zijn ze een of ander goed doel begonnen. En het lijkt erop dat Shell daarmee zijn reputatie, zijn slechte reputatie, een beetje probeert op te poetsen. Wordt er altijd meestal een negatief staartje aan gehangen. En uiteindelijk denk je van, ja, ik heb vandaag het nieuws gelezen en ik ben eigenlijk niet vrolijker op geworden. Het zou wel interessant zijn om eens een keer een nieuwsprogramma te maken met alleen maar positieve items. Hoewel dat misschien ook wel niet altijd realistisch is, maar het is wel een beetje goed om een beetje te compenseren. En juist dit compenseren is iets wat we actief kunnen oefenen. En ook daar is een verhaal over. Ditmaal niet uit China, ditmaal uit Thailand. En het verhaal, dit verhaal gaat over een minister. Of je kunt ook zeggen raadgever. Er was een koning in een koninkrijk. En deze koning, dat was niet de slimste. En die had als gewoonte dat hij altijd veel hing aan zijn raadgevers of zijn ministers voor advies. En een van zijn ministers, dat was een beetje een vrolijke snuiter. En op een dag zei de koning tegen hem, zat hij te klagen over de problemen met overstromingen in het land. Ach, al die overstromingen, ik word er helemaal gespannen van. Ik ben er helemaal radeloos over. En toen zei die minister, waarom? Ik zou zeggen, laat het maar gewoon overstromen. Hè? Wat is daar nou goed aan die overstromingen? Het is goed, sire, want als er overstromingen zijn, als je daar toch niets aan kunt doen, dan kun je er in ieder geval een positief evenement van maken. Een positief evenement? Ja, sire, je stuurt daar gewoon een aantal afgezanten heen, of je gaat er zelf heen, dat is nog beter. U gaat er zelf heen en u geeft voedsel aan de armen, u geeft benodigdheden aan diegenen die het moeilijk hebben. Overal toont u uw gezicht en het is de beste PR-stunt die u kunt doen. Ach, zegt de koning, je hebt gelijk. Waarom heb ik dat niet gerealiseerd? En deze man, deze minister, die zei altijd goed sieren, wat er ook gebeurde. Hij zei altijd goed sieren, het is goed sieren. Zo was er op een dag, waren er problemen met een opstand. Er waren een aantal groepen die in opstand waren gegaan en die een soort van rebellengroep waren gaan vormen. En de koning was heel erg boos en gespannen daarover. En toen ging hij weer naar zijn raadgever toe en zijn raadgever zei, het is goed, sire. Laat ze maar gewoon rebellen worden en laat ze maar gewoon opstand organiseren.
Wat is daar nou goed aan een opstand? Het is heel goed, zie je. Dan weet u precies wie u kunt vertrouwen en wie niet. En vanaf dat moment was deze raadgever de favoriete raadgever van de koning. Want wat er ook gebeurde, hij zei altijd, het is goed, zie. En op een dag gebeurde er iets. De koning die had als gewoonte dat hij altijd op jacht ging. En ditmaal ging hij op jacht en gebeurde er iets ernstigs. Hij was van plan om met een mes te gebruiken in de jacht, tijdens de jacht, maar hij grijpte mis. Hij vergreep zich, waardoor het mes naar beneden viel en een van zijn tenen eraf ging. Dat was natuurlijk een heel bloederig en pijnlijk gebeurtenis. Maar je zou kunnen zeggen, het is niet dodelijk. Maar het was voor de koning wel ernstig. Want ja, de koning, daar kan niks mee gebeuren. Dat is de leider van het land. En dat vonden ze in die tijd heel erg. En toen was de koning daar heel erg bezorgd over. Het was een slecht teken. En hij was aan het piekeren en het mopperen. En toen zei de raadgever, het is goed, sire. En toen zei de koning, wat zeg je nu? Je zegt ook altijd, het is goed. En dat was nog net niet het juiste moment. En toen besloot de koning de raadgever in een cel te gooien, in de kerker. En net voordat hij dat had besloten, of net op het moment dat hij dat had besloten en de lakeien namen de raadgever mee, toen zei de raadgever, het is goed, sire. En toen zei de koning, ga maar. En zo gingen er heel veel maanden voorbij. En op een dag, eigenlijk was de koning de raadgever alweer vergeten, toen hij op een dag weer op jacht ging. En ditmaal kwamen ze aan de rand van het koninkrijk. Gingen ze daar op jacht. En er was een volk dat daar woonde, aan de rand van het koninkrijk. Dat had als gewoonte om menselijke offers aan de goden te geven. Er waren hele vrede goden, waar ze menselijke offers voor deden. Het jachtgezelschap kwam op een zeker moment op het terrein van dit volk en ineens waren ze omsingeld. En één voor één werd het jachtgezelschap, werd één voor één afgemaakt, gedood, om op te offeren aan de goden. Tot uiteindelijk alleen de koning nog over was gebleven. En toen gingen ze naar de koning toe en toen zagen ze ineens dat toen ze de koning gingen uitkleden om op te offeren, toen zagen ze ineens dat de koning een teen miste. Wat natuurlijk een heel slecht teken was. En de koning zou, de goden zouden zeker heel erg slecht gestemd zijn als zo'n offer werd gegeven wat onvolledig was. En dus werd de koning vrijgelaten. Weliswaar in trauma, maar hij overleefde het. En hij wist terug te strompelen, terug te rennen naar zijn paleis. En uiteindelijk was hij daar weer na een tijdje hersteld. En toen dacht hij ineens, goh, dan had die raadgever toch gelijk. Het was toch eigenlijk best wel goed dat ik die teen had verloren. En hij besloot de raadgever weer uit de kerker te halen, die vrolijk zoals hij was altijd, maar nu met een wat langere baard. En hij is weer uit de kerker kwam om het stof van zich af haalde. En toen zei de koning tegen hem, ik begrijp nu wat je bedoelde toen je zei dat het goed was dat ik die teen verloor. Ah, zei de raadgever. Maar wat ik nog niet begrijp, is waarom toen ik jou in de kerker gooide, waarom je toen zei, goed sire. Toen zei de raadgever, nou, als u me niet in de kerker had gegooid, dan was ik ook met u meegegaan op jacht. En dan hadden ze mij ook opgegeten of naar de goden gegeven.
En zo was deze raadgever uiteindelijk een heel gelukkig man, omdat hij altijd naar het positieve keek, met wijsheid. Soms kunnen we op deze manier ook een beetje positiviteit in ons wereld, in ons leven vinden. Soms dan zijn we tegen onze verwachtingen in, worden we ineens van onze baan ontslagen. We verliezen ineens onze baan door bezuinigingen of door reorganisaties. En dan ontdekken we ineens een heel nieuw leven. Een heel positief leven. In het negatieve zit ook soms weer het positieve. Wanneer we leren te reflecteren op het leven, kunnen we ook het meditatieve wat meer erin vinden. Dat is in het kort wat we kunnen leren van dagelijkse reflecties. En op die manier kan het ook een stuk gemakkelijker zijn om het meditatieve, met de aandacht naar het midden te gaan. Zijn hier nog vragen over dit onderwerp? Zo niet, dan wilde ik nog kort zeggen dat we 24 april hebben we hier een open deurdag en nationale erfgoeddag. Dan wordt er hier een tentoonstelling georganiseerd in samenwerking met de gemeente. Ter ere van de nationale erfgoeddag of ter gelegenheid van de nationale erfgoeddag. En dan kun je ook iets leren over de geschiedenis van het gebouw hier. En hoe dat vergeleken wordt met het heden, namelijk de monnik. In het verleden woonde hier een adellijke familie in dit gebouw. En na die tijd woonden er nonnen, de zusters van de heilige Augustinus. En tegenwoordig wonen de monniken. En deze drie luiken worden als een soort van drieluik, worden ze in verschillende panelen, wordt dat getoond. Nou, als je er wil bijwonen, er zijn ook die dagen meditaties, dan kun je hier naartoe komen. En wat ik ook nog wilde zeggen, van 8 tot 10 april is er een meditatieretraite hier. En dat is deze keer met name gericht op meditatietechniek. Dus als iemand graag wat meer tijd in meditatie wil steken, en de gewoonte wil opbouwen om elke dag te mediteren, kun je dat op die manier momentum daarvoor vinden en een beetje ook in meditatie verdiepen. Dus dat is een mooie gelegenheid. Dat is ongeveer 4 sessies per dag. Het lijkt een beetje veel, een beetje lang, maar ik heb eigenlijk de ervaring dat niemand het zwaar vindt. Het zijn vrij milde retraites. Het is wel zo dat je 's avonds niet eet. Maar als je eenmaal kennis hebt gemaakt met ons Thais eten hier en het goede eten hier, het is een combinatie van Thais en Belgisch eten, dan zul je daar denk ik geen bezwaar tegen hebben. De kosten zijn niet zo hoog en je kunt er meer details over vinden, meer informatie over vinden op onze website damakayabenelux.org of in onze brochures. Op onze website is er ook een registratieformulier, maar als je liever het gewoon op papier invult, dan kan dat hier ook. Er zijn registratieformuliers aanwezig. De retraite kost €90, maar dat is wel voor vrijdagavond. Of vrijdag van 5 uur 's middags tot zondag 5 uur 's middags. Dus dat is in feite 2,5 dag. Dus dat was wat ik wilde vertellen vandaag. En ik hoop dat jullie niet teleurgesteld zijn dat Lopie Ruben er vandaag niet is, want volgende week is hij er weer. En ik hoop dat jullie ook erbij kunnen zijn. De 24e, of misschien dat ik jullie ook op de retraite zie van 8 tot 10 april. Wil ik jullie bedanken voor je aandacht en tot de volgende keer.